Kutzel! Brunnen Kutzel! Holder de Bolder! En welkom terug bij een splinternieuwe video hier op het YouTube kanaal. Voordat we beginnen. En dan nu, het nieuws met Arno Wijnsbergen. Kutzel! Brunnen Kutzel! Ik heb al gezien, laatste tijd op Instagram, Facebook en andere sociale media elementen. Tegenwoordig maken ze allemaal foto's. Kan ik een voorbeeld geven? Zo. Ze maken een foto van een profielfoto, zo, met een gsm voor hun hoofd. Dat moet gedaan zijn! Op wat trekt dat? Op wat trekt dat? Oh, dat is meteen. Als je zo een foto maakt, kun je even goed geen foto maken. Nee, moet je een foto maken? Waarom zet je dan niets op Instagram of op Facebook? Wat maakt dat uit? Niemand ziet je gezicht. Op wat is dat? Dat is toch stom? Ja. En ook zo van die gast die altijd zo. En dan broer. Oh, broer. Oh, is dat zo, broer. Broer. Wat is dat, man? Hunner zijn echt kutzaal. Binnen kutzaal. Op wat trekt dan de jeugd? Dat is toch waar? Hunner vocht nog in onze tijd. Hunner zijn allemaal bende mietjes, man. Broer. Wow, even klak op. Oh, broer. Tot zover het nieuws en het beklag van Arno Wijnsbergen. Ja. Kutzaal. Binnen kutzaal. De jeugd moet er wat testen. Broer. De jeugd trekt op niets niet meer. Al die broers moeten ervan testen. Ben de Jeannette! Een beetje rustig, Jonathan. Nee, hij mag ook het wel zijn. Allee, zeg een keer beklag. Zeg geen keer uw mening over de jeugd. Ik hoop nooit een Dacia Duster. Broer. Oh, broer. Neffo. Oh, broer. Neffo, voor het leven. Broers, voor het leven. Yeah, broer. Gelijk zo'n Pokémon Finder is u. Broer. Dus, wat gaan wij dus vandaag doen? In het kort. We gaan vandaag reageren op, het P-woordje mag ik niet zeggen, Arno. Vergeet de video zeker niet te liken en te abonneren op Arno Rijst en, Jonathan te volgen op Instagram. Arno Rijst heeft hij het gevonden, dat is eigenlijk Arno Rijs. Arno Rijs, R-I-S-E. Maar waarom roept hij al zo? Rijst is met een C, maar moet niet roepen? Broer! Alias, ik ben een stek te krijgen, Nart, dat is niet zo. Drink nog meer van die broly. We gaan naar een programma kijken waar dat mensen eigenlijk een edofiel betrappen. En hem aanspreken. Hij zegt wel anders. Emofiel. Een enofiel, ja. Emofiel. Een emofiel, ja. Zonder de P dan. Pedofiel. Emofiel. Ja. 27-year-old army vet Stephen Buchanan has a date tonight with who he thinks is a 13-year-old girl. You want to show you around? When he tries to lure her into his car. You can use each other. If you don't find it, you go home and I'll leave. From our control room, I'm watching our sting suddenly take an unexpected and potentially dangerous turn. Dus eigenlijk wat ze kort doen is, ze zoeken dus een edofiel op. En ze lopen dat. En die mensen van de politie spelen als een meisje van 12, 13 jaar voor die pedofiel te lopen naar dat huis. Maar dat huis is helemaal, ja, omringd door politie, eigenlijk. Hè. Ja, het zit overal camera's en... Dat is een beetje lekker GTA. Dat hij in de vulbak rijdt, staat er in één keer allemaal. Ja, dit is 5 sterretjes, maar dat is voor 6 sterren. Ik Unbelievably, Buchanan comes inside to talk. I take him into the kitchen and grill him. Take a seat right over there. Hello. What was on the agenda tonight? I was just gonna take her out and show her around. Show her around where? Fairfield. That's it. And what exactly were you going to show her? The beach, sites to go to. So you're the welcome wagon here in Fairfield. You're just going to do a favor for a 13-year-old girl. Allee. Is dat Fairfield? Ik verstel het dus niet, hè. Dan zei je in het 40 jaar en dan heb je zo de behoefte om een meisje van 13 jaar af te spreken. En daar heb je daar zeker geen bijbedoeling bij, hè. Nee. Nee, maar ze willen gewoon een keer wat vrienden zijn. Een beetje samen gaan wandelen, nee, samen gaan eten. Ah, ja. Maar dat zijn vele man. Zeg jij zo'n zieke geest die 40 jaar bent en je wilt... Je weet wel doen met een meisje van 12 jaar of jonger. Ja, ik vind een nakkel. Molleke, ik zoek kapot en dacht en wil een judgment! Schitsel. Zij 16 jaar, hé? Mm. En hey, hoe oud zij hij? 19 jaar. Dat meisje is nog niet meer de jaren, hij zit al, hé. Je zal aan dibberen, ziet. Je zal aan dibberen. Je zal dingen zat krijgen. Dat is toch geen verborgen camera, hé? Ja, nee, dat is niet. Dat is hier geen verborgen... Daar is er een camera. Dat had je niet gezien, hé? Dat valt niet echt op. Mijn licht een val, hé, zo. Ja, dat lijkt, ja. Dat was weg. Wat? Wat? Dat wil ik gezien. Kijk. Wat?
Error, error. Kelders, kelders. Ja, wat wil dat ze 13 jaar is, man? I was in the army. And I don't like. Wat blief? Zat het leger is toen een keer wat leger en dacht van, oh, ik verveel mij ook, kan ik een beetje kindjes opzoeken. Oh, hey? Kan op vroeg pensioen, hè? Die naast heeft dus in het leger gezeten, heeft dus zijn land beschermd. Voor kindjes te kapen. Daarvoor beschermd is zijn land. Wat voor de wereld leven er eigenlijk? We zullen eigenlijk zo een keer zo'n programma moeten maken, dat pedofielen opzoeken, dat is gewoon helemaal... Dat is een goede dag eigenlijk, hè? Ja. Wat vinden jullie daarvan? Moeten wij pedofielen beginnen opzoeken en... Ja, nee, maar schrik te krijgen, ze hadden niet weten... Ja, dat hij daar, als je 14 jaar zit achter je schermpje daar en je hebt interesse in kleine meisjes... Dan ga ik de verkeerde tijd lijf lopen, zeg. Okay, we're doing that. And you decided because you're former military and still in the National Guard, right? Yes. That you were going to come over and show this 13-year-old girl around so she'd be safe. Yes. And you want me to buy that? I'm telling you the truth, sir. Telling the truth? The sexually charged chat proves he's lying. Yeah, I hate guessing what a guy really feels. You know you're gonna show her with me Thursday. Zegt hij dat of zij? Ja, hij zegt dat. Hij wilt maar in de douche kruipen. Donderdagnacht. Allee, vooruit. Oh, yeah? Oh, yeah. I'm gonna pick you up and put you against the shower wall. Oei. Ah, maar ja. Nee. Hij wou ze fouilleren. Dat ze geen valse wapen zat, hè. Want als je in de douche zit... Een prototype van. En die pakt niet een keer een wapen met haar, denk ik. Hé? Eh? Ah ja, dat moet te veilig zijn, ze. Ja. I weigh 112 pounds. Can you lift that much? Yes, I can, babe. Die heeft toch wel meer interesse dan haar beschermen, hè? Even wel een ruime fantasie al, hè? Dat het al uit de pijs en douchen oppakken en al zo even. Nou, maar kijk, je ziet het aan zijn hoofd, hè? Hij is allemaal aan het inbeelden dat hij de douche stuit. And so what is all this talk? Laat het maar kruid! Between you and a girl you think is 13. Hoe kun je dat zeggen? You know you're going to shower with me Thursday night. What night is this? Thursday? What night is this? I'm gonna pick you up and put you against the shower wall. I'm gonna have you ride me, babe, as my hand grabs your ass and I blank your blanks. Did you send her any pictures of yourself? Then you talk about actually having sex with her and Skyping it to an ex-boyfriend. I deployed to Iraq. Where were you in Iraq? Camp Arise. You saw action. Yes, sir. There's just... I don't know, I do have problems sleeping at night. Well, kijk, ken dat dus? En nu had hij het slachtoffer speel. Ja, ik heb in Irak gezeten, ik heb in de oorlog, ik kan niet slapen, maar toch... Maar toch moet ik aan een 13-jarige meisje spritsen om mij beter te voelen. Voilà. Dat is mijn medicijn. Ah ja, dat zijn medicijn. Dat is reden, maar dokters doen ook niets anders. Donderdagavond, elke avond, moet hij in de douche staan en moet hij een 13-jarig meisje tegen de muur zetten voor te fouilleren. Want anders voelt hij hem niet goed. Mijn doktersvoorschrift. But I still have a difficult time connecting that to trying to sexually solicit a 13-year-old girl. Something just goes off inside of my head. Did you have these thoughts before you were in Iraq? No. Never. Maar wat een bullshit, man. Je brengt als een excuus. Als je interesse hebt in de jongere leeftijd, als je ouder bent, dat zit al heel je leven in nu. Ja, dat wordt ermee. Dat is een fantasie. Maar die fantasie, dat wordt realiteit, omdat je oud genoeg bent om zo'n ding te kunnen ondernemen. Ja. Dat waar, hè? Dat is waar. De jongen is gewoon precies wel veel ervaring mee. Hè? Ja, ik heb zo real mod en zo de neiging om donderdagnacht zo iemand te fouilleren in de douche. Dat is het niet zo in, ik krijg zo fantasie voor. Ja, keer, maar hè? Ik heb geluk dat mijn vriendin 2 jaar ouder is dan mij, dus. Hè? Dat is legaal, hè. Dus ja, ik heb het hier ook als een kun je het dan nog wel inbeelden, slet aan het chipje vallen, ja. Hè? Dan begint het hier, je shoulders. Oei, toch los. Dan eerst de tenten eruit komen en ja. The problem with that, Steven, is that you surfaced talking in a very similar way to a girl named Brittany, posing as a 13-year-old. I have that chat, too. Yes, I understand. So, you just lied to me. No. We have Bailey and we have Brittany. This is Bailey tonight. This is my first time doing it on a chat site. And you decided to come visit Bailey tonight. Why?
After I confront this predator, he leaves the kitchen and walks right into the arms of the police. Voilà. Voilà. Ik denk veel bakkeloem. Ik was namelijk in de kelder. And put into the back of an unmarked police car. Is a weapon in a car? Hey guys, where is it? He's got his weapons around the trunk. The cops search his trunk and make a shocking discovery. 40 caliber Glock. Along with the legally registered Glock semi-automatic, they find a knife, duct tape, a camera, and a pack of condoms. I first feared he... Hengt dat op, man. Hengt dat op, neem. Oh. Dat is vreemd. Dus die man heeft zijn geweer in zijn auto, een camera, duct tape, een mes en een pakje condomen. Dus als jij ooit wordt gecontacteerd door een oudere man of een oudere vrouw... Maar een oudere vrouw, ja. Als je op Facebook zit en je krijgt continu vriendschapsverzoeken van een oudere man, kijk dat keer hoe de leeftijd, wie dat hij is, of dat wel een Facebook-account is dat al lang gebruikt is. Ja. Maar meestal zijn het nieuwe profielen dat zo zegt. Ja. Verstaat? Het zijn wel mensen die proberen binnen te dus drinken. Blijf, ja. 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 Dus blijf gewoon weg van pedofielen. Ja, we gaan het nu volledig zijn, nu mogen we het zijn, hè. Dus als je een meisje bent of een jongetje en wordt gecontacteerd door oudere mensen en die beginnen allemaal rare dingen te zeggen, alsjeblieft blijf daar van weg, want dat is niet goed. Je gaat later de kans nog wel krijgen als je ouder wordt, ga je nog een liefje krijgen, iedereen heeft een liefje. Waarschuw tijdig de politie of je ouders, zodat iemand ervan af weet dat iemand je contacteert, vooral ja. Op die jonge leeftijd. En zeker als hij Freddy noemt. Ja. Vond je de video leuk en denkt hij zo van Jordi, Jonathan en Arno moet nog een keer zo... hun gedacht zeggen en reageren op zo'n video. Vergeet zeker de video niet te liken. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat zeker te doen. Dat is kindervriendelijke content, want wij zorgen ervoor dat de edofielen wegblijven van jullie. Allee, niet letterlijk, maar figuurlijk, snap je? Of is dat? Nou, letterlijk ook. Nee, letterlijk mogen we niet zeggen. Nee, we beschermen ze niet, hè. We kunnen ze niet beschermen. Net een beetje we zullen een keer in de volgende video een pedofiel lokken en de tralies sturen. Ja, met de heurkaars. Ja. Met de heurkaars. Met de heurkaars. Salut, Aston. Yo.